Ik ben Karen Verduin en ik werk bij de School of Business and Economics van de VU. En ik ben eigenlijk al heel wat jaren werkzaam in en op het gebied van ondernemerschapsonderwijs. De onderwijspraktijk waar ik vandaag voor op de Show & Share dag ben, is inderdaad ondernemerschapsonderwijs. Het probleem waar ik eigenlijk mee aan de gang ben gegaan, is een probleem waar ik ook al langer aan het werk ben. Met niet alleen ikzelf, maar eigenlijk met een groep Europese collega's. We hebben ook al het een en ander gepubliceerd op dit gebied. Wij vinden eigenlijk, en daarin zijn we absoluut niet de enige, want we vinden daar ook steeds meer medestanders. We vinden eigenlijk dat over het algemeen ondernemerschapsonderwijs op universiteiten nogal traditioneel vorm krijgt. En mensen associëren het natuurlijk ook meteen met start-ups, met business creation. En wij hebben eigenlijk met deze Europese groep heel sterk ingezet op het breder trekken van ondernemerschap. Dus het loslaten van die dominante focus op start-ups en op business creation. En eigenlijk veel meer, nou ja, uitgaan van ondernemendheid als een veel, veel bredere skill die je ook kunt inzetten voor het oplossen van de diverse hedendaagse problemen waar we ons allemaal voor gesteld zien. We zijn eigenlijk al een poos aan het exploreren en ook conceptueel aan het denken welke vormen dat zou kunnen krijgen. En de stap waar we eigenlijk nu voor staan, is het ook echt concreet en praktisch invulling gaan geven. Dus hoe zien in een getransformeerd ondernemerschapsonderwijs, hoe zien dan vakken eruit? Hoe zien dan course materials eruit? Wat voor pedagogische interventies passen daarbij? En eigenlijk staan we nu aan het begin van die fase. En daarin vinden we ontzettend veel inspiratie in allerlei ongelooflijk leuke, ik noem ze coole pedagogische benaderingen. Dus je hebt de critical pedagogy, zelfs de eco-pedagogy, critical en radical. Het hangt allemaal ongelooflijk samen. Maar eigenlijk ben ik op dit moment vooral ook op zoek naar collega's binnen de VU die al met dergelijke benaderingen bezig zijn. En dat hoeft absoluut niet alleen op het gebied van ondernemerschapsonderwijs. We staan aan het begin eigenlijk van een proces om het allemaal meer concreet te maken. Dus eigenlijk het resultaat wat ik op dit moment zie, is dat we hebben ongelooflijk veel vragen. En ja, de bredere drive is van wat is er eigenlijk op dit moment allemaal al gaande in de wereld? En dat klinkt natuurlijk heel globaal, maar wel heel mooi, want er is al heel veel gaande. En dat willen we goed in kaart brengen. En dan gaan verknopen naar de uiteindelijke resultaten die we natuurlijk willen. En dat zijn die concrete onderwijsmaterialen, die pedagogische interventies, die manieren waarop je dan eigenlijk ondernemerschapsonderwijs vorm zou moeten geven, concreet en in de praktijk. Als er nou collega's zijn binnen de VU die dit aanspreekt of die zeggen van, oh, weet je, hier werk ik al langer mee of ik wil er meer van weten, voel je altijd vrij om me te benaderen.